Meneer voorzitter, er is hier gezegd dat er corruptiezaken gepleegd worden. Surfen is genoemd, meneer de voorzitter. De procureur-generaal heeft de personen die een brief geschreven hadden geantwoord dat er geen strafbare feiten zijn. En als we willen, we gaan die minister, stuur die brief naar de voorzitter van de Nationale Assemblée. Het antwoord is gegeven. Aan de andere kant, meneer de voorzitter, wij hebben ook in de oppositie gezeten. En toen wij strafbare feiten constateerden, gingen we als oppositie hard werken om informatie en dossier aan te dragen bij de procureur-generaal. Laten zij dat ook doen. En conform wet en recht en hun plicht erkennende en hun plicht accepterende, dat als een ieder een kennis draagt van strafbare feiten, moet aangeven. Dat is plichtverzaking. Plichtverzaking en politiek bedrijven. Hiermee, meneer voorzitter, er zijn vragen gesteld. Er zijn vragen hier gesteld. Ja, meneer de voorzitter, wie wordt niet boos als gelden van het volk gestolen zijn en er groepen zijn die de dieven beschermen, meneer de voorzitter? Wie wordt daarvoor niet boos? Je moet toch boos worden? Het volk is boos nu dat hun gelden gestolen zijn. Meneer voorzitter, alle zaken, en ik roep op uw Haag College, waarvan men vindt dat er strafbare feiten gepleegd zijn, verzaakt uw plicht niet en breng het naar de procureur-generaal. Meneer voorzitter, ja, ten aanzien van de listen van de lijst, CDS staat er ook bij. Die opdracht is gegeven aan de minister Financiën om ook daar kladonderzoek in te stellen. Maar heel belangrijk is, meneer voorzitter, van de lijst van de 50 plus cases, dat al deze zaken afgelopen jaren konden plaatsvinden. En het leek alsof in de regering toen iedereen Oost-Indisch doof en blind was, meneer de voorzitter. Meneer voorzitter, wij gaan het onderzoeken. Wij zijn niet blind en we zijn niet doof. We gaan het onderzoeken, ongeacht wie daarbij betrokken is. Dat is het principe van de rechtsstaat, dat een ieder zich dient te onderwerpen aan de regels van wet en recht. Meneer voorzitter, wij gaan hier geen amnestiewet indienen om criminelen te beschermen. Dat gaan wij niet doen, meneer de voorzitter.